What up, it's your boy X. We zijn hier bij die halve finale van die Freestyle Frenzy. Shit is crazy, man. Zijn we nog uit de building hier of what? Yes, sir. Volgende battle die is geloot is Insano tegen DRT. Shit is about to get crazy, man. Wat gaat gebeuren? Kom op, man. Mensen, het is munt. Voor we beginnen, kleine mededeling, alle mensen thuis. Haal je iDance headphones op bierage.nl, man. Get yours, alright? Zijn jullie ready voor die battle of what? Alright, man, wat gaat gebeuren? We krijgen de eerste ronde op DRT. Dus als jullie een beetje lawaai maken, yes, Roffa, it's all on me, man. Laat je horen, Roffa. Oh yeah, I like that combat shit, man. Hey, wacht nog even met die tel van die shit, man. Yo. Yo. God damn. Zo'n bumpy knocks-achtige shit, yo. Okay, fuck it. Oh ja. Yo. Hey. Ik ben een MC. Ik pak mijn kansen. Oh ja, jij staat ook hier. Laat me even dansen. Ik heb mijn shit. Ik ben nog aan het vijben. Waarom de fuck denk jij dat ik gelijk rap? It's all on me, ik moet beginnen. In elke battle kom ik kutrappers in mekaar trimmen. Het zit in me, direct doet dingen die kutrappers goed vinden. Yeah, oké, breng je terug, doe het subiet. Met een release party, hij stond trots in het publiek. Zo van, ey, geef me een album, geef me een handtekening. Laat me je voorprogramma doen, om even een andere regeling. Doe, ik heb er nog steeds niks mee te maken. De freestyle rapper, hij doet dit zijn bitch zaken. Ik weet het, dat je van rap houdt. Maar elke keer als jij rapt, dan klinkt het als een spesel. Want hij is lok of zo, ADHD en elke flow zet ik op slot en zo. Jij dope de mijn, je bent Pinocchio. Met je fucking hoofd, Dirk Gries, dat komt fucking dope. Yo, volgens mij waren dat 16. En volgens mij ben jij 16. Yeah, nice. Eerste ronde is zo. Yes. Inderdaad was ik bij zijn release, mensen. Maar die man heeft niet eens een fucking fysieke versie van zijn album, dus ik weet niet wat je lijf doet. Die shit wordt nooit fucking gekocht daar op iTunes. Maar je weet het en hij is gewoon mijn evenbeeld. Dus als ik zo doe, dan lijken we even schil. Snap je? Maar deze man is zo fucking net wanneer ik zo dit doe, dan ben ik de hardste. En je weet het wat het is, ik ben gewoon te lauw. Je zegt je houdt van boom bap, maar boom bap houdt niet van jou. Dus weet je wat het is? Yo, ik ben gewoon juist de bol. Door deze hele fucking beat word je uitgekotst. Als Tupac uit zijn graf zou komen, dan zal hij een fucking motor slaan en je zo op je achterhoofd. Dus hoe wil je fucken met die zee? En weet je wat het is? Ik kom het rofste. Ik zal nog één keer naar Almere komen om je ondankbare ass te supporten. Fucking ondankbare flikker, dan wil je mij daar gewoon komen rippen. Je bent een aderslikker, maar ik ben best vetter. Als jij mij daar op een support pakt, ben je gewoon een backstabber. Fuck out here. Nice shit, man. Laat je horen voor Insano. Yo. Shit, hey. Jij doper en ik, kom op. Maak uit de kat, maar wijs. Je kwam alleen op mijn party, je vroeg op mijn gastenlijst. Je vroeg op mijn sport, zoveel kan ik gratis binnenkomen. Want jouw lijf zijn optredens heb ik jaren van lopen dromen. Zeg oké, gozer. Doe niet zo gaar, dan komt hij zelf stressen om een fysiek exemplaar. Dat ik een plaat voor hem moet geven. Er zijn fysieke exemplaren, maar dan moet je knaken vergeven. Goddamn, dan gaan we net te ver. Nee, hij hoort 1000 euro, hij komt al aangerend. Zo van, ik doe weer mee. Oké, jij komt rappen, ik vind het leem. Ik geef jou alles om te rebuttelen. Jij had het over Tupac, dit is de sterfweek van hem. Jij bent een poeplam. God dang it, hoe moet ik je noemen? Scharminkel rapper, ga ergens winkelen toe. Je hebt er niks van meegekregen. Diefje van de Erasmusbrug, of laat je even die donkere stegen. Hier achter in Zuid, in Roffa, MC DRT, ik dis jou zodra ik opsta. Wanneer ik slapen ga, ben ik jou vergeten. Ah, fuck die 16 yeah. Passen, wouden ze me meer geven. Insano, what? Ja. En mensen vroegen wat je daar in het publiek doet. Ik ging naar zijn show om te kijken hoe het niet moet. Want je weet het en ik kom me toch met fucking skills. Ik dacht, hey, dat is een perfecte slechte voorbeeld. Maar je weet het, want ik spit is de troef. En jij bent op de rapper, je hebt geen ritmegevoel. Dus je weet het, motherfucker, en ik rip ook je doet. En ik R. Kelly je stijl wanneer ik piss in je smoel. Hoe wil je fucken met dit zijn? Je wordt gepopt in je brain. En jij komt never daarop, 101. En DRT, dat staat waarschijnlijk voor Dirk Richard Tieners. Ik noem het gewoon, dikke rare tieten. Weet
weet je wat het is? Je hoort gewoon thuis op een lompschool. Daarnaast heb je zo'n band, ga maar naar de sportschool. Want je weet het en ik kwam tof. Hij was zo'n s'avonds een borden af en de zenuw werkt aan zijn paspoort. Fuck joh, hoe wil je fucken met mij? Je wordt gepopt in je brein, je hebt je koppen niet bij. Je worden koppen gespreid. Ik heb niet eens een beat nodig om deze fucking wack MC hier te slopen. Deze battle was fucking crazy, maar laat je horen van deze twee boys, man. Turned up, turned up. Oké, je weet hoe het werkt, man. Ik ga jullie twee keer vragen om moois te maken voor de man die het beste vond. Eerst kreeg hij meer, tweede keer kreeg hij meer. Dat wil zeggen, nog één ronde, man. Het is niet anders, het is niet anders. Dus DJ, let's go, man. Half finale DRT en Zeno. Beste man de mic. En we gaan gewoon fucking door, nigga. Oké. Check me out, yo. FCDFT op in of in deze bitch checken, yo. Hey. Yo. Je hebt een paar battles gewonnen, wat heeft het te betekenen? Volgens mij kan de jury niet rekenen. Want de cijfertjes en het verschil waar het maakte, betekent dat ik je net in mijn vorige battle al klaarde. Ik weet, je wilt dope zijn, je veel gewonnen. De concurrentie is laag, alles was vol verzonnen. Je herhaalt je shit vaker door het tijdperk. Maar jij bent echt de lul wanneer DRT met zijn rijms verder. Ik ben nog een rijm verder. Ik ben al klaar met deze Tory. Oké, dan gaat hij weer. Mag hij weer reageren? Het laatste woord basert hem weer. No man, ik was nog niet klaar met je. Hoe de fuck ga jij fokken met echte rappers die met ervaring hebben? En zeggen dat ik niks weet van ritmegevoel. Je bent een wacky ass MC, check hoe ik dit met je doe. Ik zet elke keer op zijn plek. En dit is het voorbeeld van elke kutrapper die een klote kop hebt. Kijk nou hoe boos die kijkt, ik hoef er niks van te geloven. Krijg je al omver zonder dat ik je heb aangeraakt of gestoten, motherfucker. Ja. Zakelijk! Maar precies, geef ik geen fuck. Check hoe spastisch deze man doet. Dacht dat ik aan DRD had. En dat is best wel zielig, je bent een fucking debiel. En daarna heb je waarschijnlijk geen lachen voor nieuw. Nu wil je battelen, motherfucker, en ik blaas daar. Ik heb meer fucking battles op mijn naam staan. Jij hebt er maar twee gewonnen. Ja, wordt waarschijnlijk delen van die 700 MC's mee, toch jongen? Van die fucking wack stekte schrijvers. Je bent een fucking wack MC en je kan niet eens perfect gaan rijmen. En weet je wat het is? Ik spin het bevecht. En het enige probleem is, je zit steeds naast de kick in de snare. Je ript er niet vet, motherfucker, en ik laat het zien. Hoe maak jij muziek? Je mist steeds de maat, toch vriend? Het is toch fucked up en blijf gewoon de lauwste. Mensen willen mijn album kopen, ze houden niet van de jouwe. En weet je wat het is? Ik kwam gewoon lijp, dude. Waarschijnlijk kom je niet eens in de top miljoen van de iTunes. Het is er niet makkelijker op geworden, man. Met 4 decibel verschil de winnaar van deze battle. DRT, man, laat je horen, joh. En ook in Zeno gaat hij met 9 handen naar huis natuurlijk. Zijn eigen iDance headphone. Check beerish.nl en get yours, man. Bang. Yeah.